We staan hier midden in Montana, op de prairie, waar gesteentes van zo'n 67 miljoen jaar geleden aan de oppervlakte komen. 67 miljoen jaar geleden, dus aan het einde van het dinosaurustijdperk, uit de tijd dat hier in Noord-Amerika Tyrannosaurus Rex rondliep. En we hebben hier een prachtig fossiel van T-Rex te pakken. En dit is de kop. Eens kijken wat die prachtig bewaard is gebleven. Is bijna 1,5 meter lang. Daar zat het oog. Gigantische, dikke wenkbrauw. Dus het is een wat ouder vrouwtjesrex. Maar we hebben niet alleen de kop. We hebben van bijna ieder ander deel van het lichaam ook de botjes. Maar even kijken. Dan hebben we hier het scheenbeen en het kuitbeen. En heel grappig, de schoudergordel die ligt daar dan tegenaan. En dan ligt er hier weer even helemaal niks. Tot we hier bij dit blok komen met de heupgordel. Hier draaide het dijbeen in. Dan liggen hier omheen allemaal ribben, nog meer ribben, nog meer ribben. En hier gaat het verder naar de staart. En hier nog een paar weggespoelde botjes. Daar nog een staartwervel. Hier nog eentje. En dan hier nog een heel klein stukje van een rib. Dus eigenlijk van bijna ieder stuk van de rex hebben we de botten. Alleen de voeten, die missen we nog. En ik wil zo graag een armpje. Maar die zijn bij T-Rex maar zo klein. En morgen verder.